Zo dadelijk in het 6 uur nieuws. Jaarwisseling kost 2 mensen het leven. Hoogwater in Limburg blijft uit. En aanslagen met brandbommen in Belfast. Dat en meer na de reclame. Tijdelijk in decoratieve verpakking. Morgenavond is hij terug. Jambers. Ze zijn alle 4 totaal beschermd. 2, 3, 4 en vijflingen. Je kunt er nooit afzonderlijk mee bezig zijn, want anderen zijn jaloers. Het zijn niet alleen de kinderen, het is ook de financiële kant. Om de 4 jaar wordt de meerlingenparade georganiseerd. Meerdere meerlingen in Jambers. Morgenavond, 9:30. Gezondheid. Jaarlijks sterven miljoenen kinderen aan een in onze ogen onschuldig virus. UNICEF helpt dit voorkomen. Door het geven van medicijnen en vaccins worden de kritieke eerste levensjaren van deze kinderen zonder grote problemen overbrugd. Steun UNICEF. Dan heeft zij een goede kans dat ze gezond opgroeit. Vanavond bij RTL 4 de volgende programma's. Na Full House Rons Jong Geluksshow. Jonge ouders werken zich door diverse spelonderdelen om een leuk bedrag te winnen voor de kleine. Hier werd terzijde gestaan door Ron Brandsteder. Dan na Showtime de actiefilm The Principal. James Belushi is als rector van plan om de criminelen op zijn high school met harde middelen aan te pakken. Dat en nog veel meer vanavond bij RTL 4.